Een zilveriep of zilveroom voltooide het aangeplante olmenbos in Doepark de Hagen. Daarmee is de oorsprong van onze stad letterlijk weer terug. Geert Schoenmakers van Landschap Overijssel, waarom bent u hier? Ik ben hier in het Hagenpark omdat hier net de laatste boom is geplant voor het olmenbos. En dat olmenbos dat is door het Natuurhuis, de Stichting Natuurhuis, gerealiseerd. Samen met alle andere elementen in het Hagenpark. Alleen het olmenbos speciaal, dat maakt onderdeel uit van het verhaal van Overijssel. En dat is een project dat gesubsidieerd wordt door de provincie Overijssel en het Prins Bernhard Cultuurfonds. En daarin proberen we verhalen die in het landschap zijn, met name gericht op oude namen, onder de aandacht te brengen. En het olmenbos is zo'n verhaal. De olm is de oude naam voor de iep. En alm is daarvan afgeleid, van de olm. En lo is een open plek in het bos. En dan kom je al vanzelfsprekend op de naam Almelo uit. Dus het olmenbos komt hier weer terug in Almelo. Bij deze. Ja.